Spannende dag. Leuke dag. Bijzondere dag. Mooie dag. Geen stress. Ik bedoel, je gaat zingen. We kunnen misgaan. Valse noten. Dat kan er misgaan. Ik vond het ook heel magisch. En ik kon alleen maar denken, oh, op een dag heb ik deze Ziggo Dome uitverkocht. Ja. Je bent van mij, ik droom groot. En hoeven we niet, zeg maar, te klappen van, en de volgende, nee, ho. Nog meer van mij. Ik heb jou gemist, baby. Waarom moet je het laatste woord? Ja, dag. Goedemorgen, mensen. Ik heb een koffertje mee. Ik ga even douchen bij mijn schoonvader. Goed nieuws, de tegels zitten erop. Maar ik kan nog steeds niks. Maar het wordt mooi. Je ziet nu dat het iets wordt, zeg maar. Ja, vandaag een spannende dag, hè? Hey, goedemorgen. Ik kom eventjes een paar liter water lenen, hoor. Wat water met een mens kan doen. Sorry, warm water. Als je naakt eronder staat. Met sok. Fenomenaal. Ik ontbijt uit een boterhamzak. Ik ben onderweg naar de stylist. Want ja, vanavond hè. Nogmaals. Spannende dag. Leuke dag. Bijzondere dag. Mooie dag. Geen stress. Ik bedoel, je gaat zingen. We kunnen misgaan. Valse noten. Dat kan er misgaan. Nee, weet je. 5 dagen was even een warm draaitje. Hadden we even een paar slippertjes aan het begin. Maar daarna herpakte ik mezelf. En daar waren zeg maar 3 mensen bij. Een cameraman, een geluidsman en mijn eigen pianist. En nu staat er een mannetje of wat is het? Een 2 dorpen. Weet je? Ja, dat doe je gewoon. Ja hoor, het gaat goed met mij. Zijn je nou beter uitgezet? Ja, ben je eruit gegooid? Nee, lieverd. Oh, ik heb gewoon een badkamer in de renovatie en daarom woon ik uit de koffer. Oké. Dit is het, de kleur van overwinning. Red carpet en dan is dit voor het zingen. Naast de piano, lekker, 1 mouw, omdat, ja toch, zo zwaar is de winter niet. En look, shine bright like a diamond. Ja, van de styling zo backstage eigenlijk bij het geluid van de Ziggo. Mijn pianist, daarin komt zo binnengelopen. Als dit hem is, dan... Nee, dit is hem niet. Dan gaan we meteen beginnen. Ik hoorde net al de stem van Steven galmen door de boksen. God, wat is het groot hier. Maar dat ben je wel, zo snel. Kijk wie we daar hebben, gozer. Ik vind dat raar, man, met oortjes in. De eerste keer hoorde ik me helemaal niet goed. Ik kon zo'n oortje uitgetrokken. Beter, man. Is echt beter. En ik ga nu gewoon, heftig, naar de visagie. Ik word nu gepromoveerd. Moet ik ook nog even heel snel een paar dingetjes voor de video inplannen. Wow, als dit het leven van een artiest is, dan moet je echt een tank energy drink gewoon op je rug binden. Dus het is het leven van een artiest. Blijkt dus. Nou, daar mag ik wel even een helikoptertje voor aanschaffen voor het grapje. Nou, dat zit erop. Ik heb Leslie opgepikt. We wachten nu om naar boven te gaan. We gaan niet soundchecken meer. Wel, generale repetitie. Zoiets. Verder niet. Wat zeg je? Dat mag gezien. Wat heb ik gezien? Ja, het mag gezien. Wat heb je er gezien? De 2 dressing rooms. Ja, oké. Okay. Zij doen ook even de generale hier, hoor. Moest ik erbij? Moest ik er nou bij? Moest ik erbij? Oh, ik ga er wel bij. En voor mij komt Van Louise. En dan kom ik. Daarna, natuurlijk. Ja, dat is logisch. Dat is de volgorde, hoe je gaat. We moeten via een andere kant dus op, hè? Ja, wij hebben we ook vuurwerk geregeld? Ja, ik wil wel... Zo! Alleen de jaal voelt het als kerst. Ik hoor heel hard Van Louise in mijn oor. Ja, hier omhoog. Ja, volgens mij wel. Dus dit is de zaal. Nicolette heeft haar outfitje al aan. Ja, dit is wat ze doet. Ik heb een zaaltje voor je afgehuurd. Ja, lekker. Hè? Lekker pik. Nou, ik heb het gedaan. Ik had het gevoel alsof ik 1 long had. Ik was elke dag. Zo. Je zit, ja, de spanning toch. Het is spannend. Nu snel naar huis. Indische cake maken. Kerstdiner voorbereiden voor mijn kind. Ja. Ik moest eigenlijk hier nog een loopje oefenen, maar ik zei, jongens, ik kan al lopen, al best wel een hele tijd, dus I got it. Ik ga er niet bij zijn, om 6 uur was dat. Ik heb gewoon gezegd, nee. Eerste kerstfeest van mijn kind, dat mag ik niet missen. Echt waar, dat vergeeft hij me nooit. En ik vergeef mezelf ook nooit. En ik wil het gewoon meemaken, ik wil gewoon weten hoe dat is. Het is eigenlijk een beetje zijn eerste romantische diner wat hij heeft. En we moeten ook even zijn tasje pakken, toch? Zijn tasje pakken, ja, want hij slaapt vanavond bij Lennox, zijn nieuwe schoolmaat. Die we gewoon drukken in zijn leven? We drukken het in zijn leven, omdat we vinden, hij woont Nat, dicht... niks tegen ten nadele van jou, hoor. Nee hoor, Nat, dat is de moeder van Lennox. Hij woont gewoon heel dicht bij school, dus we dachten, nou, dat is de plek waar hij kan slapen. Nee, zo is het niet. Het is een geintje. Ja, maar ik weet niet hoe Nathalie dat oppakt. Straks gaat ze me blokkeren op WhatsApp. Nee, het is omdat eigenlijk alle oppassen van Frenkie Dien vanavond in de zaal zitten. En Nathalie... is een lieverd. Lennox is een lieverd. En ja. Als je ze ook samen ziet. Ja, enig. Ze zijn echt die 2 jongens met allebei hun krullen. Ik denk dat Frenkie die zijn krullen nu niet meer wil aflaten knippen. Omdat hij nu ziet bij Lennox van, hey, jij hebt hetzelfde haar als ik. Jij bent een hele stoere jongen. Want jij hebt videogames en maar zo. Maar als hij dat ook wil knippen, dan is het ook papa. Als Lennox gaat knippen, dan zijn we de lul. Nathalie, knip niet. Laat het niet toe, alsjeblieft.
Want dan wil ons kind ook kaal. Oké, Res haalt Frenkie Dien op. Ik heb zijn kerstcake. Want dit, dit is een Indische cake. We noemen het vanavond een kerstcake. Neemt hij mee voor het kerstdiner. Het was eventjes heel spannend, want de stroom was er 100 keer af en aan gegaan. Vanwege de verbouwing. En hij zei stop. En hij deed ook niks. En toen moest ik googlen. Hoe dan nu? En toen zei je moet de stekker eruit trekken. En hou de ene knop ingedrukt. En dan moet je de stekker er weer in doen. En dan doet er een piep. Maar kijk, de stek is helemaal hier al. En de knop is helemaal daar al. Dus het was een heel acrobatische situatie. Maar het is me gelukt. Deze dag is... Je moeder. Fuck it, ik heb het geprobeerd. Rooster, blijf maar gewoon liggen. Dank, vindt het helemaal goed. Wat een dag vandaag. Kerstkleding voor Frenkie Dien. Strijken, klaarleggen. Frenkie Dientje! Oh, ik heb je gemist. Toch, liefie. Heb je zin in het kerstdiner? Ja, vandaag is... Ik moet vandaag weer naar school. Ja, precies. We gaan je even mooi maken, Goos. Nog 10 minuutjes voordat we naar beneden gaan. De look is bepaald. Dit is de look. En ja, ik heb ook een eigen fotograaf hier bij me. Ja. Ik heb een eigen stylist. Ik heb een pianist en ik heb een stylist. Had ik al gezegd? Sorry, ik vergat manager. Ja, die vergeet je soms. Een manager. Wat is de taak van de manager? Om gewoon alles te doen. Alles? Alles? Ja, gewoon bijna alles. Wat jij wil, toch? Precies, wat ik wil. Nee, dood worden manager. Ik ben niet assistent. Wat zegt u? Ik ben niet haar assistent. Als ik assistent ben, ja, dan weet ik niet wat ik hier doe. Je hoeft niet te gaan stotteren nou, van angst. Het is gewoon even een grappig dingetje. Je hoeft niet bang te zijn dat je nu in één keer mijn slaaf bent. Don't worry. Maar het zou wel leuk zijn voor een keer. Voor een rollenspel? We beginnen bij een panter. En we gaan op naar een zeer lange steltes, naar een stukje huid. Het is fucking het is laurierblad. Oh my god. Hello. Ik wil eventjes zeggen, voor de mensen die denken dat ik Laurie haat, ik haat het. Oh, snap. Zie, ik zeg het haat en het gaat helemaal verkeerd. Zo van God, ik moet niet liggen. Ik haat Laurie niet. Laurie en ik hebben de beste tijden van het eiland. Alleen wij hebben zeg maar de meeste sarcasme, vooral naar onszelf toe. Alleen, het werd een beetje lelijk, zeg maar. En ze trapt er ook niet in, mijn laatste final probeerkans. Nee. Good try. Daar ging jij niet voor, hè? Nee, zeker niet. En ik zei nog helemaal ja. Ik snap dat je je kind mist. En zo van, ik weet niet hoe dat werkt met kinderen en met liefde van kinderen. Liefde überhaupt? Hoe werkt het? Wat is dat? Oh, we moeten hier aan jezus. Ze kunnen we niet gewoon in één keer, ik wil nu op. Ik wil gezongen hebben en klaar zitten en wijn. Ben je nu voor zingen? Heus wel. Daar gaan we hoor. Kandidaten expeditie 2018! Helemaal niet spannend. 12.000 man. Hapsie, hapsie, hapsie. Ik heb een valse noot wordt gehoord. Lul. Ik wil je even niet, geen druk op je leggen, maar zet hem op, Nienke. Ja, nou, ik heb alle vertrouwen, ja. Ik heb alle vertrouwen. Nee, ik ook. Hallo allemaal, kijk nou! Oh, lieve mensen, en dan in te denken dat we zo meteen om 8:30 live gaan. En 150 van dit soort... Kijk hoe druk het is! Wat dachten jullie van Nienke, die haar nee, ik ook niet! En dit is een tekening, een nieuwe comeback, kids. We mogen iemand zo vaak verbannen. En ook als zij alles kan laten helemaal als God. En die is mijn eigen grote vriend. Goedenavond iedereen. Het nummer wat ik nu ga zingen, het is eigenlijk een beetje ontstaan op het eiland. Omdat ik mijn zoontje zo erg miste. Jazeker. Alleen hij is er vanavond niet bij, omdat hij had eigen plannen. Zijn eerste kerstidee. Oh, lekker! Maar dat ik hem wel even wilde afzetten voordat ik ging. Als je lacht, dan kan ik mijn dag vinden in jouw blijdschap. Als het maar weer vrijdag. Elke dag zal ik mis je.
tot wat het was. Toch? Maar echt. Ik wil even zeggen dat ik het liefst met iedereen een foto had gemaakt, geknuffeld en van alles. Maar ik moest weg. De security zei dat we weg moesten. Dat is super naar, want niet iedereen een foto. En ik heb het best gedaan, echt. En ik ging heel erg zweten van al jullie liefde. Oké, als het goed is, staan sowieso heel enthousiaste mensen. Maar mijn zus uit Engeland. En mijn moeder. En Jennifer is het al. Ik weet niet waar ze zijn. Oké, er komen gewoon nog mensen afgerend. Oh shit, oké, enthousiast. Enthousiast! Yeah! Yeah! We zijn op de Efteling. Dit noemen ze een Efteling-party, maar we vinden het een beetje dwaal. Het gaat helemaal los. Knijterhard, echt waar. Echt, echt niet te geloven. Aan de andere kant wordt er gedederd. Dringen, alles. Helemaal zo. Grote mensen. Kijk hoe gek het er naartoe gaat. Zo. Eventjes een bijzondere beleving en zo voor een eerste optreden. Ik denk, ja, kan slechter toch? Oh, deze ga ik bewaren. Ik bewaar ze iedere keer als ik krijg van mensen. Ik draag het nooit hoor, maar ik bewaar het wel, ja. Want je weet nooit toch, wanneer je het leert om het bij jezelf op te doen. Dus, 12.000 man, 10.000 man, ik weet niet. Heel veel mensen, dat weet ik wel. Ja, ze zeggen dat ik het goed gedaan heb. Ik moet het nog even terug horen, want ik ben heel kritisch naar mezelf. Dus het kan zomaar zijn dat ik zeg, nou goed. Dit is misschien voor iemand die in groep 6 een nummertje doet bij de weekafsluiting. Dan is het leuk. Maar ik moet nog heel eventjes de beelden terugzien. Om daar een oordeel over te vestigen. Maar ik moet wel even zeggen voor iedereen die daar was. Wauw. Jullie longinhoud is best wel pittig wel. Toen mijn naam werd geroepen en jullie gingen helemaal los daarop, dacht ik, wow. The love is real, the support is real. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Thank you. Wel gemeend. Het kwam echt aan. Ik vond het ook heel magisch. En ik kon alleen maar denken, oh, op een dag heb ik deze Ziggo Dome uitverkocht. Ja. Je weet van mij, ik droom groot. Dus daar moest ik even aan denken. Dacht ik, dan heb ik alleen maar nummers en performers dingen die vanuit mij komen. En dan hoeven we niet zeg maar te klappen van, en de volgende, nee, ho, nog meer van mij. Maar ja, dat gaat in een proces, hè, mensen. Dan moet je in groeien, dan moet je in doen. Oh ja, boer Jan heeft gewonnen. Waarom iedereen een boer Jan noemt, hij is gewoon Jan. Maar hij is wel boer. In ieder geval, de man heeft gewonnen. En hoe? Fenomenaal. Ik gunde hem het ook echt keihard. En die victory dansje. Dat leek als een losgeslagen kalf, weet je. Die na de winter weer in het veld mocht springen, weet je. De eerste lente zonnestraaltjes en bloemblaadjes die uit de grond geschoten kwamen. Dat hij dan mocht. Nou ja, ik wil niet zeggen, je gaat lijken op het werk wat je hebt. Maar in zijn geval, ja. Het deed me toch een beetje denken aan wanneer de koeien weer het veld op mogen. Uit een hok. Dit plaatje lijkt heel erg op The Power of Make-up. Dat zie je toch altijd bij Kim K en zo. Dat je dan ziet, één kant gemake-upt, andere kant niet. Nou moet ik zeggen, ik word blijer van de niet gemake-upte kant. Want ze is vreselijk goed, hè, mijn visagist. Maar als je heel dichtbij gaat, dan wordt het een tikkie clowny. Maar ook mijn neus wordt een beetje gek als je heel dichtbij gaat. Ja. Nee, maakt ook helemaal niet uit. Het is laat. 1:15 of zo. 1:30, bijna. Ik ga morgen iets heel leuks doen weer. Ik kijk er heel erg naar uit. Omdat ik altijd het idee heb gehad dat ik dit heel goed kan. Wat ik morgen dus ga doen. Ik ga repeteren voor het een of het ander. Ik kan niet zeggen voor wat. Ik verwacht dat ik er heel goed in ben. We gaan het morgen allemaal zien. Voor nu, ik ga mijn gezicht wassen. Ga mijn bek poetsen. Ik ga heel eventjes hier van onder, ik wil zeggen een kleine touch-up, maar dat wordt gewoon een opfrisbeurt. Ja, string op je knieën, washand ertussen en soppen die benden. Dan heb ik wel geen douche. We gaan geen eigen zelfgemaakte lichaamssappen verzamelen. Nee, geloof me, want die kunnen daar opstapelen hoor. Er zijn heel veel plooitjes daar die daar zich daarvoor lenen. Maar nee, smeerkaas is leuk, maar niet in mijn slip. Yes guys, ik heb vandaag mijn elastische outfit aan, want ik ga dansen. Ik kan niet vertellen waarvoor, het is niet dance, maar ik ga dus dansen. Voor iets, voor een goed doel. Jongens, ik heb vandaag gerehearsed. Stega, de meid. Hallo. Slody, je boy. En ja, ik mag nog steeds niet zeggen. Nou, ik wil gewoon niet zeggen wat het is. Het is lekker geheimzinnig, toch? Dat ja, niemand dat weet. Ja, dat vind ik ook. Oh, je hebt mijn fout. Oh, sorry. Nou ja. Best wel klein. Het duurt heel lang voordat dit bekend wordt. Ja, sorry. Ja, jeetje, hoe lang ben jij? Ja, ik ben 1,10 meter. Ja, jij moet helemaal niet praten. Nou, dat was intens, maar wel vet leuk. En wat blijkt? I have moves. I can dance. I can do choreo. Het duurde wel even voordat ik het onder de knie had, maar weet je.
wanneer je uiteindelijk moet performen, dan maakt het niet uit als het er wel goed uitziet. Ik ga nu naar mijn schoonvader. Frankie Dean is daar. En ik wil eigenlijk daarom even onder de douche springen gewoon. Ook heb ik geen nieuwe kleren bij me, want de tegelzetter heeft mijn sleutels, dus super relaxed. Maar ik denk dan ben ik in ieder geval fris en fruitig, weet je. Hey jongen! Wie is daar? Mami! Hey liefie! Hoja Begiu! Hallo! Kan je me even vertellen hoe het kerstdiner was? Maar het was lekker eten, toch? Ja, lekker eten. En wat vonden ze van mijn cake? Heeft iemand dat nog gegeten? Nee. Waarom niet? Jawel, ik vond die niet lekker. Je vond die niet lekker? En andere kinderen wel mijn ding gegeten? Ja. En wat vonden ze ervan? Lekker. Ja, andere kinderen wel? Oh, dus alleen jij niet. Ja, dus, dat maakt het niet uit. Mooie maan, hè? Is helemaal vol. Zie je daar een gezichtje? Wat zeg je? Zie je er een gezichtje op? Kijk eens. Mooi, hè? Ja, ik zou er ook uren aan kunnen staren, maar ik denk dat het toch lekkerder is als we in ons bed liggen, toch? Waar ga jij vanavond slapen eigenlijk? Bij jullie bed. Nou, dat ik je zo gemist heb, vind ik het een goed idee. Ik heb je ook gemist, baby. Ik heb je ook gemist, baby. Ik heb jou 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 gemist, baby. Waarom moet je het laatste woord? Ja, dag. Frankie, niet doen. Ik ga lekker vroeg slapen. Ja, lekker. Ik hoop dat Res ook gezellig vindt dat er twee mensen in mijn bed liggen in plaats van één. Want ons bed leent zich er eigenlijk niet helemaal voor. Maar ja, wat ik zei, ik heb hem gemist. Dus ik wil gewoon dat lijfje. Nee, eigenlijk gewoon lekker die heel kats. Zo hier. Recht achter je kaak. Volgens mij is hier een belangrijke aarde. Laatst lag hij erop, zeg maar een half uurtje. Nou ja, ik kreeg gewoon smaasbrand. Dus daar kijk ik gewoon naar uit, zo'n nacht. Morgen weer verder met mijn dansavontuur. Een minuut of ik spierpijn heb morgen. Ik heb een tijdje niet gesport. Ik heb bewegingen gedaan waarvan ik niet wist dat je lichaam het kon. En nee, ik ga niet antwoorden op mensen die proberen te raden waarvoor het is. En nogmaals, het is niet voor dance, dance, dance. Nee, dat is het niet. En ik heb zo'n zin in morgen, want ik ga mijn neefje Teddy zien. Oh, mijn moeder vierde verjaardag. En die kleine witte Britse baby is op visite. In Nederland, ja. Natuurlijk, mijn zus is hier, dus logisch. Opie Trevor is er ook, hè. Verloofde van mijn zus. Haar witte man. Ja, het is gewoon een heel lekker wit gezin. Ik ben ook super wit, maar ja. Ik probeer een beetje op te trekken aan die tropisch uitziende kerels in mijn gezin. Is het een verrassing? Nee, is geen verrassing. Tenminste, voor de kijkertjes is het een verrassing wat ik ga doen, ja. Is ook nog voor mij verrassing. Ja, eigenlijk ook voor jou ook. Maar jij gaat even met me mee, toch? Me even afzetten. Ja. Oké, gezellig. Mag ik wel kijken dan naar jou? Oké, heel klein stukje dan. Nee, heel lang. Doei Frank. Later. Tot morgen. Oké, zondige dag. Ja, asociaal. Begin nooit aan kids. Ik ben gereisd naar de blokken. Ik moet even een stofzuiger halen voor Res. Nee, voor ons kantoor. Bezem, stoffer en blik, dat je niet moet bukken met zo'n stang eraan. En allerlei andere dingen, kartonnen bekertjes. Want ja, 24 december is natuurlijk de dag dat we live de mensen badjas gaan overhandigen. Maar ik moet nu wachten in de blokken, want ik heb nog steeds geen huissleutel. Nee. Dus die badkamer eindelijk gefixt is, jongen. Oh, ik wil gewoon douchen en ook een voordeursleutel weer. Want die heeft nu de tegelzetter. Mochten jullie denken, oh, ben ik kwijt? Nee. Uitgeleend. En de tegelzetter is natuurlijk net weg, ja. Ik belde hem, dus ik sta nu gewoon mijn tijd te doden een beetje in de blokken. Mooi spul, man. Echt. Wauw. Je wilt het. Deze lieve mensen hebben gisteren samen met Elvira en Deborah. Res is boven tot 3:15. Zo 3:30. Heel veel badjas ingepakt. Ze zijn nu bezig met, wat hebben we? Oh, leuk. Versiering voor het event. Christmas en... Ho, ho, ho. Niet verder lopen achter deze streep. We doen het leuk aankleden. Dat als je aankomt, dat je niet denkt van wat een duffigheid en kaal. Nee, we maken het wel Christmas fever. Bianca zingt de hele tijd Jingle Bell de hele dag door. Op jingle de beat. Bell, jingle Bell, Jingle Bell, hey, Jingle Bell, Jingle Bell, hele hard Misschien moet jij het maar zingen. En we hebben nog, we moeten een hele lijst. Dit en dit en dit en dit en dit. Alles is afgesteld. We zijn er denk ik wel. Ben er. Je bent er ook. Leuke deeltjes heb je. Heel leuk, Brie. Goed gescoord. Je hebt er een oog voor. Ik kan altijd nog in de... Heerlijk, dit is echt lid. Lid. Gaat er ook nog licht aan of dat ja, niet? Ook. Oh my god, dat ding is super tof. Lichtjes. Kijk, wie er komt. Volgens mij tante Annemarie. Hij denkt hallo. Oh ja, je komt. Hallo. Hallo. Ik ben alles van mij. Oké, hey Frankie, wat heb ik je nou niet gezien? Wat ben je alweer groot
Ja, ik heb jou zien dansen. Ja, dansen. Ik heb jou zien dansen. Teddy kan ze lekker dansen. Lekker uit de maat dansen. Hé, hey, Ted, red ik het, Ted. Je was ook jarig. Ik heb cadeau voor jou. Ja, jij was jarig, ja. Ja, jij was 1 jaar geworden, Goos. Kijk eens. Hé. Hey. Kikker is mijn vriendje. Heb je neefje gemist, Frankie Dean? Oh jee, oh jee. He's walking, he's walking. Oeh, it's a wall. Easy, easy, easy. Kijk, je hoort als je kind aanleg heeft voor een instrument. Mam, laat hem even vrij. Je moet de artiest even vrij laten soms. Laat de artiest even los. Oh, wauw. En nu een beetje rustig. En nu weer rustig. Juist, juist, juist. Enkelspel. Ja, oeh, de emotie. Oh, Frankie zet meteen zang in. Dan kan je neem het. Leid hem. Leid zijn zang. Oh. Oké. Zo is het niet dansen, Frankie. Iemand is niet blij met je gore gaan vinden. Frankie, wil je stoppen met dansen? Kan ik even doen? Je hebt gelijk. Geef dat kind even een moment. Ja, Janae. Ik vind hier wel iets meer souplesse plaatsvinden. Ja. Nu praten we echt over meesterwerk. Oh wauw, oh wauw. Dit is een spannend stukje. Wist dat ik eraan? Wat is er aan? En ze praat over de hoofd. Maar ze komt er nog in. En ze struikt in de kinderen. Nee, ik heb nog geloven. En de haar gewoon. En dan zijn ze op water. De piraten vallen ze aan. Voor iedereen die het niet begrijpt, Leslie probeert een actie filmen. Als ik kijk, ja. Als ik kijk, dan zie ik dat je op me lijkt. Het is een vuurtje, oh, dit vuurtje. Gaat niet uit. Het is een heel verhaal, je maakt geen eens geluid. Ik lees je ogen en zo gaat het later ook. Wanneer die vrouwen voor je komen, word ik boos. Ik zei gisteren nog dat je groot was. Maar en dat je vandaag toch op mijn schoot zat. Elke dag. Schat, ik mis je elke dag. Beloof me met mijn elke stap. Ja, soms zijn het die kleine dingen. Hartstikke goed. Ken jij het liedje ook uit je hoofd? And you can start your dialogue. Dit is nou jammer, hè, jongens? Luister nou. Ja, moet geen van hem zijn. Hij is niet geen fan van jou, hè? Oh. Die instelling heeft hij gewoon, ja. Weet je, jouw nummer, kan je de pot mee op? Ik moet je even figureren. Ik hield helemaal niet. Ik heb niet eens gevangen ervoor. Waarbij de man in een storm zijn vrouw bedankt op een appje. 1, 2, 3, 3. En de man ziet, hé, hey, schat, wat doe jij? Vond aan. Dan wordt het weer zo rustig in huis. Iemand beslijft. Wacht even. Wacht. De kat komt. Oh, ja, de kat komt binnen. We zien dat het gesprek uit de hand op elkaar. Het wordt weer rustig. Klok zag 12. Zo, weer thuis. Hij ligt lekker daar. Vanavond gewoon weer in zijn bed. Ja, ik had hem heel erg gemist. Dacht ik. Nee, ik had hem gemist. Maar ik dacht dat het te compenseren was om hem dan maar een nachtje naast me te leggen. Maar nee, ik ben niet gemaakt op 3 mensen in 1 bed. Zeker niet, nee. We hebben alle 3 heel veel gezweet. Ik heb met mijn mond open geslapen, waardoor ik zo'n rubberen lak kreeg. Die. Ik ben de bak voor mezelf. En op dat moment kon ik niet meer in slaap komen. Dat ik 2 zwaar ademende mensen. Mannen, sorry. Mensen, alla, mannen. Moeilijk. Naast mijn hart. Dus, het goede nieuws is dat de badkamer... Wat gebeurt daar? Oh, ik voel gewoon mijn oorbel. Ja, hoor je dat? Oh my god, waar is ze? Waar is ze? Waar is ze? Daar! Was deze al kwijtgeraakt een keer aan de andere kant. En nu denkt iedereen, oh wat leuk hoe jij dat zo doet. Zo allebei de kanten iets anders. Ja. Dus niet bewust en zo. In ieder geval, de badkamer. It's getting somewhere. Aanschouw het begin.
De tegels hebben een mooie taupeachtige kleur. Sommige delen zijn al gevoegd, sommige delen nog niet. De vloer dus nog niet. Mooie kraantjes, hè? Oh, beautiful. Daar komt dus het raam naar buiten. Dit wordt dus, dit ga ik dichtmaken, dit wordt een kast. Dit is wasmachine, droger erop. Aansluitingje, plankjes en gaan. En dan komt hier onze, ja, hier is hij al, de stortdouche. Kedeng, kedeng, nisjes, kedeng. Oh. Als het mee zit, kunnen we hier morgen gewoon zelf weer douchen. Ik zie een klein beetje slordig voegwerk. Ja. We moeten het natuurlijk overlaten aan de specialist. Misschien moet hij nog een tweede keer er langs. Ik ben namelijk zo'n OCD-chick, hè. Als ik iets zie wat niet helemaal recht is, dan denk ik niet, ah, dat zie je niet als alles erin hangt. Nee. Ik kijk er nu naar en ik zie het wel. Nu alles nog kaal is. Wat gaan we doen dan? Je moet nog een keer in, toch? Je mist wat. Ja, dat komt goed, toch? Vast wel. En anders zeg ik het heel duidelijk en dan komt het alsnog goed. Maar het is wel netjes gedaan. De rest. Very, very happy. Grote badkamer ook nu. Of tenminste groot. Ho, ho. Ik heb geen kasteel als huis. Zo ver kon ik ook weer niet kamer pakken. Maar het is wel groot genoeg voor 3 man. Hier word je nog steeds heel zenuwachtig van. We proberen het altijd met mannenmacht uit de slaapkamers te houden. Maar dat gaat dus niet. Het gaat gewoon naar binnen. De stofzuiger dweilen. Maar nu de grond gedaan is, moet dat heel snel over zijn. Na de feestdagen ga ik echt een grote schoonmaak houden. Goedemorgens. We hebben allemaal een beetje... Buurman de buurman kijk. Ja, het is een buurman de buurman kijk. Nu ga ik deze aan. Ja, als je weet hoe het moet, dan ben je echt een genie. Deze? Mm-mm. Maar hij zit heel dicht in de buurt. Hoe weet je dit? Dat weet ik heel lang. En dan gaan ze hier een kaarsje leggen. En dan gaat die meisje een kaarsje opeten. Dus je weet eigenlijk al hoe deze hele aflevering gaat? Ja. Tess ligt nog op bed. Hij was natuurlijk extra gaar. Ik denk dat mama lekker slapen ook nu. Ga slapen dan, mama. Oh. Ga echt slapen. Ik ben zo weg hoor, dus dat komt goed. Ik zit te dollen met mijn oververmoeidheid, hè? Dat was ik niet. Dat was jij niet? Nee. Gozer, ik zit tot jij het al lang was, jongen. Ik ga me nu zelf klaarmaken. Ik ga mijn hoofd in de wasbak even helft wakker worden nog. En dan ga ik vandaag iets heel leuks doen. Ik twijfel of ik wil vertellen waarvoor het is. Ik wil eigenlijk misschien voor het verrassingseffect, maar misschien ook niet. Laat me even nog wakker worden. Ja, ik heb besloten toch maar te vertellen wat ik ga doen. Vandaag is de dag dat ik mijn tweede clip ga opnemen. Oh, slot. Ja, is handig, hè? Ik ben heel blij dat het niet buiten is, want het regent. All day, every day, denk ik. En we zijn ergens, ja, appetijtelijk wel. Dit is onze locatie. Het doet me heel erg denken aan het huis van het beest. Weet je nog, waar Bella binnenkwam, dat ze op zoek was naar de vader. Ik ga natuurlijk niet weggeven hoe de clip eruit gaat zien. Maar gewoon een beetje voor het gevoel. En na is er weer voor de styling. Heb je goed gedaan, meid? Ik heb weer blote knietjes. Dus... Bijna geen kleding eigenlijk. Nee, we zijn weer een beetje bloot. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. Omkleden in het mensenhuis. Ik bedenk me nu net dat als dit je huis is en zo ting dong. Ja, kom maar aan. Momentje nog, ik heb nog 1 bocht. Ja, moment. Ting dong, ting dong. Ja, dan worden mensen natuurlijk een beetje ongeduldig. Kom maar aan, kom maar aan, kom maar aan, kom maar aan. En dan ga je zo en dan doe je zo. Bam. Oké, okay. Zo'n huis, fluffy sokken. Dat is echt een must. Ja, sorry. Ik denk dat je 5 minuten even gehad hebt, dus niet Insta Live going strong, not. Dit is geen oma onderbroek hoor. Dit is wel echt. Nou, het ligt er een beetje aan hoe je hem stijlt. Als je met sneakers doet en met fluffy dit, dan is het geen oma. Plus, ik weet niet of jouw oma dit kan hebben, zo van kant. Bij de achterste. Ja, dat zeg je oma. Een toetje. Krijg je vies dit? Terwijl ik eet nog dit. Maar weet je, het lijkt me net alsof ik last heb van hormoonschommelingen, maar dat is allemaal niet waar. Ja, je vroeg om een klein puntje, toch? Mm-hmm. Ja, het is welke hoek jij filmt, dus het is een klein puntje. Van lingerie. Ja, naar eruit zien als een jongetje van 12. Die net voor het eerst naar de middelbare school gaat. Dat is niet waar. Als je dit krijgt als een jongetje van 12. Heb je zo gekocht? Nee. Dan zou je om 11:30 gewoon naar huis kunnen rijden en naar bed kunnen gaan. Maar ja, we hebben nog wat ordertjes te pikken. En ik sta nu in de opslag. En Ellie, Brianna, Henna,
hebben het helemaal Garage Sale proof gemaakt. Jongens, het is niet normaal. Kijk dit nou even. Ho, 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 Christmas. Hapjes. Alle hoesjes van de telefoontjes geordend in hangzakken. Creatief met plastic. Iedere badjas met maten heeft een eigen sectie. Dit is sowieso allemaal ingepakt. Pam, 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 pam. Dat was die avond dat ik heel vroeg ging slapen met Frankie Dean na mijn danssituatie. Dus echt. Oh, niet te doen. Niet te doen. Kijk even, die staantafels ook. We hebben helemaal zo'n balietje. Kijk nou. Zo van, goedemiddag, wat kunnen we voor ons doen? Even kijken, u heeft 1 badjas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, u neemt meteen alle quotes, dubbele maten. Ongekend. Je kan veel dingen van je moeder zeggen. Maar je kan er onder andere zeggen dat het een echte, sowieso een rouwdouwer is. Iemand die echt van aanpakken weet. En een hart van goud. Dat ze zoiets heeft van, dat doen wij wel even. Dat heb jij van je moeder overgenomen. Dat heb jij van je moeder overgenomen, hè? Een rouwdouwer of hart van goud? Dat eerste, inderdaad, ja. Dat zijn die meiden moe op die dag dat ze hier waren. En dan zegt ze gewoon, nee, we gaan nog even doorgaan. Oh, je bedoelt toen jullie dit allemaal gingen inpakken? Ja, zo is ze. Ik weet of van wie je die Gestapo, zoals we jou het noemen, Restapo, dat heb je van haar. In a good way, but you have it from her. Het toilet is ook helemaal proof gemaakt. Kijk nou, het heeft een geurstokje. Oh, dat had jij gedaan. Ah, oké, okay, props voor jou, props voor jou. Oké, wij gaan naar de laatste ordertjes. Ook al zijn ze niet meer op de post en op de mat voordat het kerstfeest begint voor de mensen thuis. Maar ja, weet je, dan maar zo snel mogelijk daarna. Dus de kerst en oud en nieuw is toch ook altijd nog feestig. Dus we gaan het nu eventjes doen. Een paar ordertjes rossen. Res, jij mag ook wel even een kusje. Gewoon omdat je een topper bent. Lief. Lief. Je bent lief. Oké. Okay. Voor het feit dat je dit allemaal doet voor ons. Weet je, we doen het toch samen? Yes, je kan ook denken, ja, doe je, zoek het uit. Jij bent YouTuber, weet je. Boeien, I don't give a damn. Samen aan begonnen, samen maken we het af. Voor iedereen die mij morgen gaat zien hier in de opslag, gaat ik denken, hey Nienke, je bent korter naar bed gebracht. En wow, x-benen. Maar dan zeg ik gewoon, nee, dat is geen x-been. Dat is de X-Factor.